Volgende week maandag is het weer zover. De collecteweek van Amnesty. Voor heel veel mensen een vast moment om rond etenstijd de deur in de gaten te houden, de deurbel. Dan komen de collectanten van Amnesty langs om geld op te halen. Voor een heel belangrijk goed doel. En daarvoor is aangeschoven Kees Papens. Hartelijk welkom. Van de Amnesty International groep 28. Dat is de club van Roermond, neem ik aan. Dat is de Roermondse groep. Amnesty Nederland is een afdeling, verdeeld in groepen. En wij waren de 28ste groep die zich aansloot bij Amnesty Nederland. Ja, nou is Amnesty veel in het nieuws. Het is bekend van de mensenrechten. Vroeger schreven ze brieven aan de doodveroordeelden, et cetera. Maar Amnesty doet veel meer. Voordat we straks naar de collecte toe gaan, kun je een paar dingen aanstippen van wat Amnesty doet en waarom het belangrijk is? Ja, Amnesty is natuurlijk heel erg belangrijk om respect voor de mensenrechten te garanderen. Mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, vrijheid van het oprichten van een school. Demonstratierecht. Allerlei rechten zijn gewoon in allerlei overeenkomsten en in de internationale verdragen vastgelegd. Nou, komt Amnesty vaak met buitenlandse zaken in actie. Denk aan Navalny, denk aan andere zaken. Klopt. Maar Amnesty is ook in Nederland actief. Ja, ook in Nederland zijn we actief. Tot enkele jaren geleden hebben we binnen Amnesty altijd het standpunt gehuldigd dat we niet voor eigen land mochten optreden, omdat je dan de autoriteiten een aanleiding geeft om ook slechte dingen met jou te gaan doen. Zoals we in al die andere landen zien. Ja. Maar ook in Nederland. Mensen die opkomen voor mensenrechten, daar gaat het meestal niet goed mee. Hè? Die worden vervolgd. We worden zelf vervolgd en worden zelf vastgezet. Ja. Ja, de hele top van Amnesty Turkije, een mede-NAVO-lid, is in 22 vastgezet en zijn nu pas geleden pas vrijgekomen. Ja. Het is veel journalisten in vastzitten in Turkije. Idem dito, ja. Maar ook in Nederland worden rechten met voeten getreden. Ja. Ik noem bijvoorbeeld etnisch profileren. Het is misschien wel interessant dat het juist in Roermond is dat die aandacht voor dat onderwerp eigenlijk zo'n beetje ontstaan is misschien. Ja, nou, misschien kun je het even toelichten. Er was een proef een tijdje geleden in Roermond. Een tijdje geleden. Voor landelijk nieuws. Ja, een tijdje geleden was Roermond negatief in het nieuws omdat er overal camera's bij de ingangen van Roermond gezet waren om verdachte auto's te volgen. Ja. Het was allemaal ter voorkoming van verdere misdaad en zakkenrollerij en dat soort zaken. Ja, er werd vaak gekeken naar mensen uit Oost-Europa aan de hand van nummerborden. Maar ondertussen waren ze wel jou aan het volgen. Ja. En wist je niet wat er met die gegevens allemaal gebeurde. Ja. Ja, steek je hand in eigen boezem, wordt vaak gezegd. Hè? En dat is wel, als wij zo praten over de andere wereld, zoals dat vaak gezegd wordt, dan moet het wel bij ons goed geregeld zijn. Ja, we worden vaak wordt van ons gezegd dat wij met het vingertje naar anderen wijzen. Maar we moeten ook binnenshuis de zaak goed op orde hebben. Absoluut. Ja. Zo zie je bijvoorbeeld dat de zedelijkheidswetgeving onlangs aangescherpt is. En het is denk ik zeker ook vanwege de aandacht die Amnesty daar ook aan besteed heeft om te zorgen dat duidelijk is wanneer een verkrachting nu een verkrachting is. Amnesty is echt heel feitelijk. Hè? Ze verzamelen data met teams die dossiers aanleggen. Het is niet een mening, zoals tegenwoordig wel eens wordt genoemd. Ze focussen echt daarop in en zijn daarbij een soort luis in de pels. Ja. Ik heb hier een folletje van Amnesty liggen. Er staat een aantal dingen op wat Amnesty allemaal doet. Actie voeren, onderzoeksrapporten schrijven, handboeken maken, onderzoek doen, trainingen geven, educatieve programma's. Ja, veel voorlichting. Ja. Ja. Wat is nou die kerntaak van Amnesty, als je dat kort zou willen samenvatten? Ja, ik denk dat de kerntaak toch zeker nog steeds is waar we mee begonnen zijn. Namelijk met de pen schrijven en zorgen dat mensen die vanwege hun geweten of vanwege politieke standpunten gevangen zitten, dat die vrijkomen.
Mm-hmm. En dat is hoofdzaak nummer één. Dat is nog steeds wijdverspreid over de wereld. Mm-hmm. En allerlei andere rechten die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld het recht op een goede rechtszaak of een mm-hmm. aanklacht tenminste. Een eerlijke rechtszaak. Eerlijke rechtszaak. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar Amnesty voor staat. Voorkomen dat er martelingen zijn. Ja. Zorgen dat iemand die gedetineerd is niet doodgaat. Ja. Simpelweg, zoals Navalny nu. Ja. Ja. En dat geldt eigenlijk voor iedereen, hè? Ongeacht geloof of achtergrond of politieke voorkeur. Het is breed, zoals ook de school, de openbare school, mensen van iedere komaf toelaat. Amnesty staat ook, is een onafhankelijke organisatie die geen politieke kleur propageert. Natuurlijk, de leden van Amnesty zijn allemaal gewone mensen als u en ik. En we hebben allemaal onze politieke voorkeuren. Maar wij staan voor het recht dat mensen hun hart kunnen luchten en datgene kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Veilig en vertrouwd. En veilig moet dat zijn. En ja. Ook als dat een mening zou zijn die jou niet aanstaat, ja. Moet dat toch mogelijk zijn dat dat kan. Tenzij natuurlijk bevolkingsgroepen daardoor te zeer geraakt worden. Ja. Wat is nou een voorbeeld van een zaak die u zelf geraakt heeft, waarvan u zegt, nou dat geeft me weer het gevoel, nou weet ik weer waarom ik daar zo mee bezig ben. Ja, ik ben toentertijd, in de jaren 70 ben ik al lid geworden van Amnesty. En toen was het zo dat mensen die in Rusland een verkeerde mening hadden, dat ze in een psychiatrische inrichting opgenomen werden. Want u bent psychiater? Ik ben psycholoog. Psycholoog, nou, dat is warm. Dus net even iets anders, de ja. Psychiater is medicus erbij. En ja. Ik weet het. Ja. Ben slechts psycholoog. Ja. En dat werd slechts gedaan om te zorgen dat die mensen uit beeld waren. Mond dicht dat maken. Niet gevangen gezet werden. Ze konden zeggen, nee hoor, die zetten we niet gevangen. Maar ja. Ondertussen wordt er op een geniepige manier wel iemand monddood gemaakt. Ja. Politieke tegenstanders werden onder het mom van medische redenen werden ze eigenlijk opgesloten en uit beeld gehaald. Ja. Feitelijk hetzelfde als opsluiten. Ja, ja, we hadden het net al even over Navalny. Wat heeft Amnesty landelijk gedaan om daar wat aan te doen? Navalny is een hoofdthema geweest bij Amnesty International. We hebben ontzettend veel geschreven rondom Navalny naar de autoriteiten. Ja. Maar ook naar bijvoorbeeld de directeur van de gevangenis waar hij zat. En dan zie je vaak dat het resultaat daarvan is dat de bejegening van zo'n gevangene, dat die iets beter wordt bij Navalny, was dat helaas niet het geval. Mm-hmm. Hoe belangrijk de andere mensen hem maakten, hoe gevaarlijker het voor hem werd. Voilà. Ja. Dat was wel duidelijk. Volgende week is de collecte en dan gaan we allemaal mensen langs de deur. Ik begon er het verhaal eigenlijk al even mee. Nou is het zo dat Amnesty in ieder geval Laurenmont al jaren te kampen heeft met een tekort aan vrijwilligers voor de collectes. Het is een grote stad, hè? En Roermond heeft nu zo'n 50 collectanten, maar daar kunnen we niet alle straten mee beleggen. Ja. Dus we kunnen nog steeds collectanten gebruiken. Hoeveel mensen hebben jullie nodig en waar kunnen ze zich melden? En zijn er bepaalde vereisten waar mensen moeten voldoen? We kunnen iedereen gebruiken. Er is maar één eis en dat is boven de 16 zijn. Mm-hmm. En als je wat jonger bent en je wilt toch graag collecteren, nou, dan neem je je ouders gewoon mee. En verdere vereisten zijn er niet aan. En als de collectant niet komt, kun je altijd nog de QR-code scannen. Ja, zeker. Ja, de QR-code wordt ook algemeen bekendgemaakt in de komende tijd. Oké. Okay. Ja. Heel fijn dat jullie over dit belangrijk onderwerp wat wilt komen vertellen. Hartelijk dank en veel succes met de collecte. Dat er maar veel geld in orde op gaat. Die bus die moet volkomen. Zo is het. Zeker. Dank je wel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.